Helemaal leuk dat je kijkt bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb even mijn vlog geëdit. Die is nu aan het uploaden, dus die kan online. Want gisteren had ik daar echt geen zin meer in. Maar ik had nog tijd over. Ik was echt super snel klaar vanochtend. Dus die heb ik net even bewerkt en geüpload. Ik heb me omgekleed, me opgemaakt en ik ben helemaal klaar om te gaan. Want ik moet nu werken. Als eerste moeten we dadelijk allemaal schoenen op de foto zetten, want die moeten online. En we moeten wat jassen op de foto zetten. Maar ik heb mijn krul dan bij me, dus dan krul ik even mijn haar snel op de winkel. Het is een beetje vet, maar morgen op mijn haar was voor de foto. Dus dat doe ik dan op de winkel. Dit is wat ik aan heb. Ik heb deze top aan van Joanna Store. Broek van de Zara. Witte schoenen. En een wit tasje erbij. Ik denk dat ik wel een spijkerjasje aan doe. Nee, ik denk dat ik mijn leerjasje gewoon even aan doe. Want de zon schijnt wel, maar ik ga op de scooter en het is nog een beetje fris. Dus ja, ik ga even kijken hoe ver mijn vlogs zijn uploaden. En dan ga ik werken. We gaan nu alle schoenen op de foto zetten. Het zijn er echt ontzettend veel. Daar staan er nog drie. En Chilla's nog wat pakken. Maar dit zijn dus alle nieuwe schoenen. En die gaan we nu eerst op de foto zetten met Chill. Ik vind ook deze kouwblaarsjes echt heel erg leuk. Maar we krijgen ook hele leuke teddy sneakers. Kijk maar. Ik ben een beetje buiten adem door de trap. Nou, hij gaat er niet uit. Maar deze en ook wat hoger model dat ik heel erg leuk vind. Dus die komen allemaal vandaag online. Oh. Nee, wil je niet filmen, maar verder rollen. Oeps. Ik weet niet eens of ik opneem. Nee, niet. Heb ik twee knopjes in. Ja. Nou, dit was het. Dit was vandaag de vlog. Uitgedrukt. Chilla, laat me je voet eens zien. Oh, nee. Ga weg. Ik heb even snel mijn haar gekruld met de Dyson. Ik gebruik hem het laatste eigenlijk niet meer zoveel, omdat kijk, nu zitten mijn krullen mooi. Nou ja, dat moet ik natuurlijk wel uitzakken, maar nu zitten ze perfect. Alleen dadelijk over een uurtje, twee uur zijn ze wel echt uitgezakt. En ik moet natuurlijk altijd foto's maken, dus kan ik het elke keer bij krullen, maar ze krullen wel echt heel mooi. Dus ik baal wel eigenlijk dat ze niet zo lang in blijven zitten. Maar ja, we gaan even foto's maken van jassen. Want die willen we vandaag online zetten. En alle schoenen staan er ook al op. Dus dat is echt tof. Was echt mega veel. Maar die staan allemaal erop. De jassen moeten erop en die kunnen dan vanavond online. Dit is trouwens de collectie die er morgen op moet. Dit zijn allemaal kolletjes. We hebben hele, we hebben hele leuke truien, ook truien, jurkjes. Dit zijn echt topbroeken. Dit zijn Joyce broeken. En die vallen dus heel lang. Een wide leg. Echt heel erg leuk. We hebben nog hier wat leuke truien. En deze vind ik zelf ook super leuk. Dus dit is wat we morgen allemaal op de foto gaan zetten. En ook eindelijk met Stacy weer, want die is er weer. Dus super gezellig. En ik vind deze zwarte corset top ook zo mooi. Ik ben net voor mijn nagels geweest en ze zijn echt fantastisch. Er zitten nog wel wat glitters omheen, maar kijk of ik het jullie kan zien. Dit zijn ze geworden. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het zit zo shimmer overheen. Even kijken hoor. Kijk, je ziet dat er nog wat glitter op mijn hand zit, maar oh, ze is vergeten me in te vetten. Nou, dat doe ik thuis wel. Maar oh, ze zijn zo mooi. Ik ben net klaar met eten en er is een pakketje van de Sandra bezorgd. Dus die wilde ik even aan jullie laten zien. Even kijken of die zo blijft staan. Ik had een spijkerbroek gekocht. Maar ik denk dus dat ik die niet pas. Want ik heb hem volgens mij al gepast in het grijs bij de Zara laatst. Dus die pas ik nog niet. En ik had nog een leuk topje. En een legging. Een zwarte. Die had ik echt nodig. Dus ja. Het eerste topje. Echt super leuk. Heb ik in een L genomen. En ik denk dat die wel goed is. Want hij ziet er niet heel groot uit. Maar het is wel veel stretchy. Maar toch vind ik het fijn dat hij niet al te strak zit. Dan een broek. Oeh, hij is wel echt heel leuk. Het is gewoon high-waist broek. En dan gewoon naar beneden met een heel klein splitje. Dat vond ik wel leuk. Dat het niet zo'n hele grote split was. Maar gewoon een kleine. Dus ik ga hem passen. Ik hoop wel echt dat ik hem pas. Want hij ziet er echt leuk uit. En dan nog een legging. En wat ik het leuk hier aan vond, is dat er zo'n streepje in zit. En ik vind dat altijd mooi. Dat tekent dan ook minder. Dus die had ik echt nodig. Hij ziet er echt
inie mini uit. Dus ik ben blij dat ik de LX heb genomen. Maar ik denk dat ik hem wel moet passen. Het zit denk ik wel heel strak. Maar het was de grootste maat, dus ik moet hem wel passen. Dus ja, dat waren mijn Zara aankopen. Alweer, ik denk echt dat ik de Zara op de voet hou. Dat door mij ze niet failliet kunnen gaan. Zo, ik heb even haar in mijn mond. Ik heb even mijn haar gewassen en een bruiningsspray opgedaan. Je ziet er nog niet heel veel van, maar ik doe hem net op en moet dat even intrekken. Want ik heb morgen op de foto en ook met Stacy en die komt net van vakantie. Dus die zal aardig bruin zijn. Dus ik heb al een bruiningsspray opgedaan. Mocht ik morgen denken, kan er nog wat meer bij. Doe ik dat morgen, maar op de camera leek ik echt heel wit. Maar dat is echt niet zo. Ik heb ook echt een mega slechte huid. Ik heb hier pukkels, hier op mijn neus. Overal voel ik pukkels, zo. Dus ja. Ik ga zo even mijn haar droog verder, want dan kan ik het morgen alleen nog krullen. Dan hoef ik het allemaal morgen niet te doen. En dan ga ik zo lekker naar mijn bed en ik denk een film kijken of zo. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En dat betekent dat we weer foto's gaan maken van een nieuwe collectie. Ik heb hem net helemaal omgekleed en opgemaakt. En mijn haar natuurlijk weer gekruld zo. Ik moest in mijn schoenen aandoen, maar ik kreeg ze niet aan. Dus ik ben er gewoon buiten adem van. Maar ja, we gaan nu naar de winkel toe. Dit is wat ik aan heb. Nieuw topje van de Zara. Wit tasje erbij. Nieuwe broek die ik gisteren uit het Zara pakketje had. Hij staat gewoon top. Dus die hou ik. En mijn witte schoenen weer erbij. Dus ik ga nu nog even van dat oogschaduw met van dat glitters in mijn ogen doen. Dat vind ik wel leuk voor de foto. En dan gaan wij foto's maken vandaag. We zijn bezig met foto's maken en gaan nu lekker wat eten. We gaan pasta eten. Kijk. Oeh, jou is zo. Wat hebben ze gedaan? Zo dit? Ja, dat erop gedaan. Kijk hoeveel. Wat hebben we daar? Is dat lasagne? Ik krijg hem niet open. Oeh. Zo, hier tiramisu. Ben benieuwd. Tiramisu? Echt? Hebben we dat erbij? Oh, voor jou hebben we tiramisu erbij. Voor jou? Wat is dat? Dat is brood, denk ik. Dat is brood. Oh, dat vind papa ook lekker. Lekker. En hier hebben we pasta. Niemand? Pasta carbonara, die is zo lekker. Voor mij is dit pasta carbonara. Ja. Oh. Ik heb echt trek. Oh, dit is jouw. Ja, lekker. We hebben echt heel slecht gegeten. Ik ga het jullie laten zien. Ja, we hebben deze hele bak met champignons op. We hebben nog een half stuk van die tegen mijn soep op. En we hebben mega veel pasta op. Dus we zitten aardig vol. En we moeten nu nog op de foto. Het is vandaag woensdag. En ik heb net foto's gemaakt in de stad met Rick. Oeh, je nam net een hapje. Wij zijn bij Taco Bell en gaan het eten. We hebben net alle foto's gemaakt voor de winkel. Ik zal even een paar aan jullie laten zien. Het ging niet helemaal met het licht, maar de eerste waren echt super leuk gelukt. Maar toen gingen we naar de tweede, toen was het licht echt gerukt. En deze zijn op zich ook wel leuk. Dus nu hebben we weer wat om op de fiets te posten. Maar ik heb nog niks gegeten vandaag, omdat ik echt de hele dag al druk bezig ben met inplannen op Facebook, Insta, van alles. Dus nu gaan we eindelijk even eten en dan ga ik daarna terug naar de winkel. Ik ben klaar met werken. Ik moest nog even een broek ophalen bij de kledingmaker, want die moest ik later ho innemen. Ik ben heel donker nu, hij doet niet bij kleuren. Nu ga ik even langs huis. Ik heb bij de slager voor oma een brakkie gehaald en daarna rijden we door naar Rick. Oh ja, sorry. Hij is open. Daarna rijden we door naar Rick en eten we daar wat. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik heb bij Rick geslapen. Ik ga nu naar huis toe. Het is onderhand al 1 uur, maar ik heb de serie Cobra Kai net afgekeken. Echt een superleuke serie. Ook heb ik net de nieuwe update gedaan. En kijk hoe leuk nu de voorkant van mijn telefoon is. Ik vind het echt heel erg leuk. Ook heel handig dat je de wekker zo, dat je je wekker nu kan aanzetten en zo. En het weer. Dat is echt top. Ik ga nu naar huis toe. Ik wil even langs de Zara, want ik moet een broek terugbrengen. Dus
ik denk dat ik even langs... Ik twijfel tussen... twijfel of ik naar de stad wil gaan of naar het Alexandrium. Het Alexandrium is eigenlijk wel makkelijker. Koop ik ook misschien gelijk wat minder. Ik weet het niet. Ik ben het even langs Alexandrium gegaan om mijn broek terug te brengen. Nu sta ik al een uur voor de metro. En de rood stoplicht zijn er al twee langs gekomen. En ik heb lekker pasta gehaald. Dus die ga ik thuis opeten. Ik weet niet wat dat was, maar... ik verveel me dood. Ik sta hier denk ik al 5 minuten. Ik lig nu lekker in mijn bed. Helemaal niks te doen. Nou ja, dat is niet waar. Ik lig... ik ben wat YouTube video's aan het kijken. En verder ga ik denk ik vandaag niet meer zo heel veel doen. Ik moest me dit wel echt inhouden bij de Zara. Ik had weer allemaal leuke dingen gezien. Ik had wel echt een super mooie jas gezien. Maar ja... ik weet het niet. Hij was 150 euro. Maar hij was echt heel mooi. En zo'n jas zoek ik wel echt al super lang. Dus ik kan nooit de zeg maar, juiste lengte jas vind ik wel. Het is een hele lange jas. En weet je, zijn ze net tot mijn knieën. En ik wil hem eigenlijk langer hebben. En dat was deze wel. Dus ik ga nog even nadenken erover. Maar ik ga nu even video's kijken. En dan verder niet zo heel veel doen. Ik wil wel nog even mijn kast uitzoeken. Ik denk dat ik wel ga beginnen met mijn kast uitzoeken met wat kan er weg en wat wil ik niet meer houden. En dan doe ik later gewoon foto's maken. Want foto's maken heb ik echt geen zin in. Maar ik kan wel alvast zeg maar dingen eruit gaan halen van dit kan ik verkopen, vind het. En wil ik niet meer hebben. Dus ik denk dat ik dat wel nog ga doen. Oké, ik wil dus heel mijn kast gaan naar heel mijn kast. Zover als ik kom. Ik denk niet dat het heel mijn kast wordt. Maar ik wil dus sowieso dit stuk... van mijn kast opruimen en dat het hieronder ligt, want er liggen zoveel blazers, vesten, tops dat ik allemaal niet draag. Dus ik moet gewoon even een keer goed uitzoeken. Dus dat ga ik doen. Voor mij zit er ook echt mascara overal onder mijn ogen. Maar ja, dat ga ik even uitzoeken. En ik wil... oh, mama heeft alle tas in mijn kast gegooid. Ik wil dit ook echt uitzoeken, want dit is ook echt een zooi. Broeken ook, heel veel broeken die ik niet draag. En ja... dat ga ik nu even uitzoeken. De meeste dingen ga ik op Vinted verkopen. Ik zal jullie dadelijk ook wat dingetjes laten zien. De leukste dingetjes die allemaal Vinted komen. Ik denk dat ik het zondag op de foto ga zetten. Dus dan komt het denk ik ook zondag erop te staan. Dus hopelijk zijn er nog wat dingetjes dan op Vinted als deze vlog maandag erop komt. Ik heb hier al 3 mega stapels. Het lijkt minder veel dan het echt is. Maar ik heb zo ontzettend veel hangers gewoon. Dit zijn... oh, al super veel hangers. Daar heb ik een stapel hangers. Ik heb volgens mij hier, wat mama ze nou gelaten, echt een mega stapel hangers. Dit is allemaal wat uit mijn kast komt, dus echt heel veel. Maar ik ben nu klaar met het bovenste en onderste. Het scheelt echt qua hoeveel erin hangt. Ik heb gewoon zeg maar ruimte tussen. En dat had ik eerst niet. En hier ook. Ik heb alle felle kleuren couverts uitgehaald. Behalve die oranje. Die wil ik wel bewaren als er iets is qua Koningsdag. Of net toen mijn Formule 1 heb ik hem ook aangehaald. Dus die bewaar ik wel. Maar ik heb hier wat truien hangen. Maar daar zou ik op zich ook nog wat truien bij kunnen hangen. Dus dat is zeg maar ook goed. Ik wil dit ook nog opruimen. Dat ga ik een andere keer doen. Maar ja, het is echt... van mijn scherpcellen. Oh, heel erg veel. Nu ga ik deze kant doen. Dit vind ik altijd het ergste. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb echt, nou, niet heel mijn kast uitgezocht, maar 2 stukken zeg maar wel. Die en die. Het andere stuk heb ik echt geen zin meer in. 2 grote vuilniszakken vol gaan naar mensen... waar aan mijn oma het altijd geeft. En ik heb hier 3 grote stapels. Of 4. 4 grote stapels met kleding die ik op Vinted ga verkopen. Ik heb nu 2 bakjes met spullen. Je ziet het niet zo heel goed. Omdat het niet heel veel licht is. Met spullen die ik gewoon kwijt moet. Dan heb ik hier mijn mutsen en hierachter petten. En dan heb ik hier al mijn tassen neergezet. Wel echt een stuk beter. En eigenlijk wilde ik het zo hebben dat ik hier ook mijn schoenen kwijt kon. Zou mogelijk zijn. Ik heb hier boven ook nog een plank die eigenlijk naar zomerspullen moet. Dus daar naartoe.
Maar ja, ik wil niet dat ik dadelijk weer dan een kast heb die propvol staat. Maar ik wil eigenlijk wel schoenen kwijt. Want ze staan nu daar. En in de kast. In de gang. En ik zou het eigenlijk wel fijn vinden als het ook hier ligt. Dus ja. En ik moet even kijken waar ik deze zomertops neerzet. Deze gaat sowieso in die laatste kast. Maar deze wil ik eigenlijk niet bovenop hebben. Omdat, oh, de helft gaat er alweer naast. Maar omdat het tops zijn die ik nu ook gewoon heel veel draag. Dus daar moet ik nog even naar kijken. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik heb het klaargemaakt en ga zo werken. Ik ben nog steeds zo blij dat mijn kast eindelijk opgeruimd is. Ik weet niet of ik ook mijn schoenen had laten zien, hoe ik ze heb staan. Maar dat zal ik zo nog even doen. Nu ben ik even bezig met wat ringen uitzoeken. Want ik heb altijd dezelfde ringen om. En ik heb echt zoveel ringen. Dus ik dacht, laat ik een keer weer even wat anders omdoen. Dan altijd hetzelfde. Dus dat ben ik nu aan het doen. En daarna ga ik werken. En dan ga ik vanavond met Stacey en Lindsay wat eten. Echt super gezellig. Super veel zin in. Volgende week gaan we namelijk ook samen met z'n drieën naar Ibiza. Ook ontzettend veel zin in. Dus ik dacht misschien konden we nog wat eten. Zo, konden we nog wat eten met z'n drieën voordat we weggaan. Dus dat gaan we vanavond doen. En dan ergens waar ik niet ken. Maar ik ben benieuwd. Ik ben ook nog een beetje suf, zoals je merkt. En wat dus wel jammer is, is dat ik ook morgen moet werken. Dus zaterdag. Omdat er iemand niet kon. Dus daarvoor val ik in. Maar daarom hebben we wel weer maandag vrij. Dus dat is top. Volgens mij had ik het niet laten zien. Ik had wel deze kant laten zien. Dat ik hier nu ook mijn tas heb staan en zo. Wat echt beter is. Want dat stond dus allemaal op de bank. Maar ik heb hier dus nu ook ruimte gemaakt. Zodat ik mijn schoenen in de kast kan zetten. En die heb ik hier dus allemaal neergezet. En dan hierachter zeg maar de andere. Dan heb ik hier alle wollen truien. Dan heb ik daar alle hoodies en sweaters en zo. Sweaters. Hier mijn broeken, pantalon, overige broeken, spijkerbroeken, van alles. Dus ja, ik ben echt heel blij. Nu hopelijk zo te houden. Want er komen natuurlijk wel weer truien bij. Dus ik wil niet meer zo'n overvolle kast met allemaal dingen die ik ook niet draag. Dus ik moet het wel vaker denk ik gewoon gaan uitzoeken. Ik ga nu weg, maar ik wilde je nog even laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik heb deze nieuwe blouse aan van de Zara die ik 2 weken geleden heb gekocht. Topjes van de Zara. Deze ketting is trouwens van de Shubi. Broek is van de Zara, als het een Zara. En mijn schoenen zijn van Nike, Dunks. Die tassen moet ik weggooien, want die staan hier eigenlijk maar doet toch niks mee. En ik denk dat ik mijn witte tas erbij doe. Verder heb ik ook nog 2 vuilniszakken met kleding die weggegeven wordt. Die ga ik even beneden in de schuur zetten, want die worden opgehaald. En mijn moeder had nog 2 topjes meegenomen gisteren voor haar. Die moesten maat kleiner zijn, dus die ga ik even in de winkel omruilen. Dus ja. Oh, trouwens. Ik had vorige week... De kleur is lelijk. De kleur is voor mij nu anders. Maar ik had vorige week een trui gekocht. Die kunnen jullie laten zien. Deze trui, een crop trui met echt een hele lekkere stof. En de mouwen liepen wat wijder uit. Maar ik pakte hem dus gisteren en er zit dus gewoon een heel gat in. Dus ik ga denk even het weekend ruilen als ze mij hebben. Anders laat ik hem gewoon maken, want het is op de naad. Maar een paar van jullie vroegen ook de code hiervan. Dus dat is deze. Maar die ga ik dus het weekend even ruilen, want het is echt zonde. Oh my god, het regent zo hard. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik denk dat jullie het niet kunnen zien, maar mijn vader is nu naar de bus en ik heb mijn vader mee. Maar als ik hier doorheen ga, ben ik in 1 seconde kletsnat. En dan wil ik niet met mijn blouse. Dus ik hoop dat mijn vader hierheen komt. Ik heb hem geroepen. Maar ik zie hem nog niet. Oh, ik hoor hem. Ik denk dat hij hierheen komt. Ik ben net klaar met werken en ben me nu aan het omkleden omdat ik zo weg ga. Omdat ik wat ga eten met Stacey en Lindsay bij Madestein. Ik ken het niet echt, maar eet het er wel altijd super lekker uit. Ze het posten en dan gaan die vaker eten. Dus daar gaan we zo eten. Ik ben me even aan het omkleden. Ik weet niet of ik het aandoen, maar ik denk het wel. Ik zal het u zo even laten zien. Ik ben ook ineens best wel misselijk. Ik weet niet hoe het kan. Ik denk even dat ik wat ga drinken, maar
Ja, ik weet niet. Ik voel me deze niet zo een beetje misselijk of zo. Maar ik ga even wat drinken. Misschien dat het dan weggaat. Ik maak me even opnieuw op. En dan ga ik zo weg. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik moet werken. Oh, mijn haar is echt overal. Maar ik ga dus werken in deze vlog. Dus dat is volgens mij ook alleen uit werken haast. Ja, dat dus. Ik ga werken. Ik heb niet zoveel te vertellen. Dit is wat ik aan heb. Ik heb deze trui aan van Janice Store. Dus van vorig jaar. Nieuwe broek. Een soort joggingspantalon. Echt een super fijne broek. Ook super lang. En mijn Jordans onder. Een soort tas erbij. Die doe ik natuurlijk gewoon af. En ik heb deze een keer omgedaan. Die is van de Shoebie. Die heb ik het gisteren al verteld. Maar dat vond ik hier ook wel leuk bij staan. Dus ik ga nu naar de winkel. En dan zie ik waarschijnlijk na het werken Rick. Ik weet niet of we het gaan doen. Misschien wel naar de film gingen. Maar we moeten even aankijken. Zo, ik ben klaar met werken. Het was vandaag echt mega druk in de winkel. Maar ik wil eigenlijk zeggen dat het echt heel raar weer was. Echt niet normaal. Het was aan de zon aan het schijnen. Het regen heel hard. Het waaien heel hard. Maar ik ga een tas naar huis. Niet alleen. Oh, wacht. Ik kan mijn auto niet zo open doen. Niet alleen kleding, maar ook boodschappen. Wacht, ik zet het wel gewoon naast me neer. Ik ben weer aan het klooien omdat die camera vast heb. Maar ja, er was lekker veel te doen in de winkel. Oh, mijn auto valt weer dicht. Ik kan echt heel weinig. Zo, dat is beter. Rick is nu bij mij. En dan gaan we zo lekker eten, want ik heb echt trek. En dan weet ik nog niet wat ik vandaag ga doen. Zie je me wel. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik ga nu alle spullen op de foto zetten. Dus best wel aardig veel. Dus ik ga gewoon eerst beginnen met dit rijtje. En dan ga ik alles op de foto zetten. Ik hoop ook dat ik het gelijk vandaag, nou ja, dat ga ik wel doen. Het gelijk vandaag erop te zetten. Zodat ik het misschien vandaag nog kan inpakken. En dat ik het morgen of dinsdag, ik denk dinsdag, naar op de post kan doen. Want dan ben ik toch op de winkel. Dus dan kan ik het gelijk versturen. Een klein beetje tegenop. Het is zoveel. Maar ik heb de spiegel hier gezet. Dus dan heb je een witte achtergrond. Dus ja, ik ga alles nu op de foto zetten. Staat nu op mijn Vinted. Het gaat echt niet normaal hard allemaal. Ik heb ze net opgezet en ik heb echt al, volgens mij, het staat er nu 5 minuten op. En ik heb al 1, 2, 3, 4, 5 dingen verkocht. Het staat er echt net 5 minuutjes op. Dus het gaat echt heel hard. Echt fijn dat ik het zo erop kan zetten en het dan zo goed verkocht wordt. Ik heb wel nog dingetjes over die ik weg ga geven aan familie van ons. Dus dat moet ik even beneden leggen. En nu ga ik naar de Westfield Mall. Mijn camera is wel bijna leeg. Ik ga hem wel meenemen. Maar ik durf niet te zeggen hoe lang dit vol gaat houden. Dus ja, ik moet even deze trui terugbrengen naar de Zara. Want daar zit een gat in. Dus ik hoop dat ze nog een maat hebben. Zodat ik die wel opnieuw kan meenemen. Want die vind ik echt heel erg leuk. En verder heb ik gewoon weer hetzelfde als gisteren aan. Want dat vond ik wel chill zitten. We hebben er een uur over gedaan. Dat was echt niet normaal. Het was zo ontzettend druk. En het stond helemaal vast bij de stoplichten. Zelf was het een half uurtje rijden. En hebben we hier denk ik een half uur gestaan bij de stoplichten. Om überhaupt hier te komen. Maar we zijn er. Dus we kunnen gaan shoppen. We hebben hier net echt super lekker sushi gegeten. En nu gaan we nog even naar, hoe heet die winkel? Bath and Body Works en Rivera My Song. Want mama wil even kijken. En dan gaan we naar huis. Want vanavond gaan we eten bij de Chinees bij ons in de buurt. Super lekker. Dus we hebben niet te veel gegeten. Anders zitten we propvol. Ik kom net terug van de Westfield Mall. Ik heb niks gekocht. Oh my god. Nee, ik was van plan om New Balance te kopen. Maar ze hadden ze mijn maat niet. Dus het was ook zo van, je mag niks kopen vandaag. Ze zijn wel heel erg leuk. Dus
Misschien dat ik morgen naar langs de stad ga, Rotterdam. Daar hebben ze wel mijn maat. Dus ik moet even kijken. Want ik wil morgen ook een IKEA kast gaan halen. Die tas moet nog weggooien. Maar ik wil dus of een hele lange kast hieronder. Of ik wil een hoge kast daar zo. Want ik heb gewoon nog plek nodig. Dus voor mijn spullen. Dus ja, ik twijfel erg. Ik ga het zo even opmeten. En dan kan ik daar iets voor kopen. Ik denk dat ik die ga meenemen naar de winkel. Voor boven, voor bij de fotoplek zeg maar. Voor de webshop waar we foto's maken. Dus dan heb ik weer ruimte. Maar ik denk dat ik voor een lange ga. Want dat is ook wel gezellig. Want dan kan ik misschien daar een kaarsje of een naglamp, of hoe noem je dat? Een lampje opzetten. Dus ja. Ik was aan het eten helemaal mijn camera vergeten. Want ik had hem op de oplader gelegd. Maar we hebben net lekker gegeten en ben nu weer thuis. Ik ga ook gelijk de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Morgen komt deze online. En er staan volgens mij ook nog wel wat items aan op mijn Vinted. Dus daar kunnen jullie ook nog even op kijken. Maar ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Als je hem leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Laat het weten in de reacties. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe weekvlog. Doei doei!